This is NATO Warship Alpha 833, operating in support of NATO Operation Sea Guardian in the Mediterranean Sea, in order to deter and counter maritime security threats. Please switch to 6969, over. We hebben hier in NATO-verband door de Middellandse Zee gepatrouilleerd. Met diverse eenheden hebben we dat gedaan, inclusief het Korps Mariniers en onze eigen boordhelikopter. En we hebben het scheepvaartbeeld opgebouwd, wat is er normaal en wat wijkt er af, zodat we uiteindelijk daar tegenop hebben kunnen treden. We hebben dit gedaan met onze eigen sensoren van het schip, dus de radarsystemen, maar ook de helikopter hebben we daarbij ingezet om zo'n veel groter gebied te kunnen bestrijken. En om ongezien de acties uit te voeren en detecties te doen, hebben we de mariniers ingezet, zowel op als onder water. De reden dat wij speciale eenheden van het Korps Mariniers aan boord hebben, is omdat er hier in de regio behoefte is aan speciale eenheden die in geval van nood kunnen ingrijpen. Dan moet je denken aan directe acties in het kader van boarding operations, maar ook het verzamelen van inlichting. Dat noemen wij dan special reconnaissance.